Ben jij het nou ook zo zat dat je keukenkastjes helemaal vol staan met allerlei losse potjes vitamines? Vind je het überhaupt moeilijk om een keuze te maken? Welke vitamines heb ik nou weer nodig? Dan heb ik een oplossing. Your Daily Help Pack. Vul online een vragenlijst in en krijg hem op maat samengesteld pakket. Supplementen van de hoogste kwaliteit en goed opneembaar. Met wetenschappelijk bewezen ingrediënten. Met makkelijk afscheurbare strips, dus goed mee te nemen op reis of naar school. En omdat jullie trouw luisteraar zijn van Effe Relativeren de podcast, krijgen jullie een kortingscode. Wil je een eenmalige bestelling doen? Gebruik dan kortingscode KAI15. Wil je een abonnement afsluiten? Gebruik dan kortingscode KAI15ABO. Ga naar www.yourdailyhelppack.com en get healthy. Succes! Tonny Media. De enige motivatie was dan, op een gegeven moment is het afgelopen. Wat prikkelde jou wel in die tijd dan als puber? Blowen, computerspelletjes, ja. Hoekstenen van een goede tienerjaar. Dat was eigenlijk pas later, toen ik bijvoorbeeld muziek ging maken, dat ik me realiseerde van, oh ja, hier ben ik heel goed in. Dit kan ik, dit vind ik leuk om te doen. Ik begon met 's ochtends schrijven, dus als eerste, als ik wakker word, dan 500 woorden schrijven. Toen merkte ik na een paar weken dat mijn libido gewoon helemaal verdwenen was, ja, bijna. Ja. Toen had ik zoiets van, ja, waar slaat het op? Ja. Ik moet er gewoon wel blijven neuken. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Effe Relativeren de podcast. En deze keer met niemand minder dan Pepijn Lanen. Ik ben er. Of mag ik nog wel Faberyayo zeggen? Wat vind je eigenlijk lekkerder? Jij mag alles. Faber. Ja. Zelfs stond je in mijn agenda. Ja, nou ja, het is niet waar. Nee. Ik was een keer met Fred in de auto en toen ging hij heel lang voordoen hoe mijn kinderen mij dan later Faber zouden noemen om mij te klieren. Hoe klonk dat? Hey, Faber, kom op nou. Faber, mag je niet nog heel even één barkie lenen? Moeten we naar de stad? Dacht ik, ja, dat komt natuurlijk ook op een gegeven moment. Zijn ze al op dat punt? Nee, ik ben gewoon papa. Je bent gewoon papa? Ja. 2 toch? 2 kids? 3. 3 kids inmiddels al. Ja. Hoe oud is de oudste? 7. Ja, dat zijn die nou, nog een jaartje. Dan gaan ze om barkies vragen. Oh ja, dat wel. Ja. Ze vragen om van alles. Maar ik ben nog wel... Maar alles wat ik doe is nog wel logisch. Puur omdat ik hun vader ben. Mm. Dus ze hebben nog niet in kaart wat dan de voordelen zijn. En wat je dan wel kan vragen, wat niet kan vragen. Het is gewoon allemaal... Maar kunnen ze al manipuleren op die leeftijd? Weten ze al goed hoe ze jou als vader op je zwakke punt moeten pakken? Nee. Nee? Nee, het is gelukkig nog heel puur. Ja. Dus dat is alsnog wel ook heel heftig. Ja. Want er zijn wel allemaal andere dingen die ik dan, niet echt kan... geen nee op kan zeggen of zo. Of dan, ik heb ook wel eens dat iemand bijvoorbeeld heel graag iets wil. En dan heb ik al nee gezegd. En dan zijn ze helemaal... Zeg maar, op een gegeven moment heb ik dan ook zoiets van, ja, wat maakt nou uit? Ja. We kunnen ook wel nu een donut gaan eten. Maar dan denk ik, nee, ik heb al nee gezegd. Dus nu moet ik ook, als ik nu dan ga zwabberen, dan ben ik ze voor de rest van hun leven kwijt. Maar dat is wel een soort van key, toch? Dat heb ik al met het opvoeden van mijn hond. Dat je gewoon, je moet dan wel, als je deze keer niet op die bank mag, dan in principe nooit. Ja. Of als je nee zegt, is het nee. Ja, precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon uit een soort principe zegt, nee, donut, want ongezond of wat. Je hebt net al een ijsje gehad. En dat je later denkt, ja... Eigenlijk maakt me ook niet zo heel veel uit. Nee, ja, maar dat is eigenlijk één en hetzelfde ding. Ja. Want ik bedoel, het maakt toch ook niet heel veel uit of die hond wel of niet op de bank gaat een keer. Nee. Maar het is meer dat je... Ik heb al lang verloren. Hij slaapt zelfs op bed. Ja, precies. Het gaat er meer om dat je dan later, als er echt een keer iets nee is, dat ook wat betekent. Vind jij het opvoeden van kinderen gewoon in het algemeen, vind je dat moeilijk? Of gaat je dat makkelijk af? Nou, allebei niet echt. Maar het is meestal gewoon... Je ziet iets en daar wil je dan iets mee. Dus je wil het aanmoedigen of je wil het ontmoedigen. En de eerste 3 pogingen die je onderneemt, die lukken gewoon niet. Nee. Over het algemeen. Is dat zo? Omdat je het gewoon verkeerd benadert. Ja. Als je bijvoorbeeld tegen een kind zegt dat iets niet mag, dan wat ze heel graag willen, ja, dan willen ze het nog steeds. Ja. Dus je moet eigenlijk een soort andere manier vinden om wel tot ze door te dringen dat het niet gaat om dat ze dat niet doen omdat jij nee zegt, maar dat de kern van de frictie tussen jullie uiteindelijk ook belangrijk is voor hunzelf. Ja. En dat is, zeg maar, daar kom ik dan vaak ook zelf pas 2 of 3 weken later achter. Dus ik denk, oh ja, dan is die frictie er al dik 3 weken. Ja, nou nee, dat niet. Maar dan denk ik pas van, oh ja, natuurlijk werkt het niet op die manier. Maar het is toch wel, ja, uiteindelijk is het toch ja, heel cliché, maar learning by doing met opvoeden. Ja, maar zeker. Ik had laatst een vriend, gisteren was ik bij een vriend, die heeft 2 kids. En die zei van, ja, ik had wel... zijn kindje kreeg voor het eerst wat driftbuien. En in het begin is dat best wel lastig. Van hoe reageer je daarop, weet je? Want ja, ja. Niet gek dat het bij jou ook op een gegeven moment gewoon irritatie opwekt. Ja, ja, ga je dan zelf je stem verheffen? Of word je juist heel rustig? Nou, daar heeft hij toen wel gewoon wat onderzoek naar gedaan. Van hoe reageer je nou op een driftig kind? Ja. En, maar ik kan me dat zo voorstellen. Dat je alles een eerste keer. Maar ja, het is ook niet alsof we op school les hebben gekregen van... Nou, zo hoort het en zo moet het. Nee, maar het is ook helemaal niet... voor iedereen hetzelfde. Nee. En zeg maar, kinderen zijn allemaal anders en ouders zijn ook allemaal anders. Dus iemand kan wel... Het is eigenlijk makkelijker om achteraf uit te leggen... Oké, zo is het ongeveer gegaan. Ja. Hier ben ik de fout in gegaan. Dan om daar lering uit te trekken... en dat echt praktisch in te kunnen zetten voor een volgende keer. Ja. Het is eigenlijk de beste les die je kan leren... is dat je het inderdaad gewoon moet ondergaan... en een beetje mee moet maken allemaal. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb nog geen kinderen. Maar als ik er wel eens over nadenk, dan... Ik beklem me ook wel eens dat ik denk van dat opvoeden, weet je. En dan heb ik het vooral over die leeftijd van 16 tot 21 of zo. Dat vind ik dan, heb jij dat? Ja, kan je daar wel eens van griezelen? Ja, zeker. Ja. Maar ik denk ook wel... Ik weet nog dat toen mijn vrouw de eerste keer zwanger was... werd ik midden in de nacht wakker. En toen dacht ik, oh, straks wordt hij gepest op school. Wat ga ik dan doen? Ja, dat soort dingen. Of... Straks is hij degene die pest op school. Wat ga ik dan doen? Ja. En toen heb ik 3 uur wakker gelegen. Omdat ik... Ja, ik weet niet. Ik zat gewoon helemaal vast in die trip. Hoe ver was ze toen in haar zwangerschap? Ja, wel gewoon echt een zwangere vrouw met een grote buik. En dat je ook elke dag ziet van... Oh ja, het kind, dat komt er... Toen keek je naar die buik en zag je veranderen in zo'n lachend poppetje. Ja, nee, maar toen later realiseerde ik me dat... Sowieso moet er eerst het kind geboren worden. Ja. Dan is het een baby. Dan ben je gewoon met hele andere dingen bezig. En er komt steeds een klein beetje bij. En ja, je groeit daarin. En zo ook in de strubbelingen of whatever wat daarbij komt. Ja. Dus je bent niet in één keer voor een puber van 16 aan het zorgen... die een hele heftige strijd met jou heeft. Ja. Dus ik ben daar... Ik vrees dat wel, want ik was ook echt niet te doen zelf. Maar ik denk ook wel dat als ik eenmaal op dat punt ben... dat ik wel iets beter weet hoe ik het aan moet vechten. Had jij een veilige gezinssituatie? Of heb je altijd zeker. Prettige band gehad met je ouders? Zeker, ja. Ja. En toch zeg je, ik was niet te doen in die leeftijd? Nee, ja, ik wou gewoon niks. Tegen welke heilig huis was jij allemaal aan het aantrappen dan niet? Nou ja, ik zat gewoon op de middelbare school en... Daar zeiden ze dan altijd, ja, ik kan het wel, maar ik doe het niet. Nou, ja. dat is ook helemaal waar. Maar in Willis ben ik weg. Ja, mensen wilden gewoon heel graag dat ik allemaal dingen leerde. En ik wou gewoon helemaal niks. Hoe kwam dat? Ja, ik weet het niet. Zeg maar, sommige vakken op school vond ik dan wel interessant of zo. Maar ook op een soort... Eén onderwerp en dan daarna vlakte het weer een beetje af of zo. En ja, uiteindelijk, ik kon gewoon niks met die structuur en die opgelegde dingen. En heel veel van die andere kinderen, die zaten daar ook zo wel in. Ja. Dat ik ook niet met hun kon. Nee. En ik bedoel, ik had wel gewoon allemaal vrienden, maar die waren, veel van hun waren dan wel vergelijkbaar met ik, maar toch ook een stuk slimmer. Dus die konden dan en niks doen en wel gewoon goede cijfers halen overal voor. Ja. Dus het was ook een beetje een soort onmogelijke situatie. Ja, je liep je echt met je ziel naar je armen op school? Nee, dat niet. Nee, ik heb een hele leuke tijd gehad. Maar ja, het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Er was gewoon nergens iets dat jou motiveerde op die plek, die omgeving. Nee, zeg maar de enige motivatie was dan, op een gegeven moment is het afgelopen. Ja. Dus maar als je die diploma gehaald hebt, dan hoef je niet meer naar die school toe. Nee. En zo ging het dan ook altijd een beetje. Dat ik dan op een gegeven moment zo'n gesprek kreeg met... Dus toch weer van die teruglopende cijfers. En dat je heel erg je best moest gaan doen. En dan net weer overging, zeg maar. En dan had je dat gehaald en dan kon je het weer een tijdje laten verslappen allemaal. Dus dat was het een beetje. Maar wat prikkelde jou wel in die tijd dan als puber? Ja, blowen, computerspelletjes. Ja. Gewoon de hoekstenen van een goede tienerjaren. Ja, muziek, uitgaan vond ik ook heel belangrijk. Ja. Zeg maar in de nacht vrij bewegen. En dat was dan ook... Mijn ouders waren wel vrij makkelijk. Maar ja, het was ook toch ook niet... het is geen carrière of zo. Maakte zij zich zorgen om jou in die tijd? Ja, maar ook weer niet dat ik de deur schreeuwend achter me dichtgooide. Nee. En dan mijn eigen ding ging doen of zo. Dus dat was het ook weer niet. Maar achteraf denk ik wel dat ze zich misschien nog wel meer zorgen hadden kunnen maken. Hadden moeten maken, ja. Maar denk je dat je ouders zich hadden kunnen verplaatsen in jou op dat moment? Dat ze je hadden kunnen snappen over waarom je geen motivatie voelde en liever gewoon lekker ging blowen. Ik vind dat zelf ook. Ik zeg maar, nu met afstand kan ik er wel wat beter naar kijken en wat meer de vinger op leggen of zo. Maar toen begreep ik dat ook niet. Want ik had op het moment zelf wel zoiets van, ja, tuurlijk zit ik op school. Iedereen zit op school, dus ik zit ook op school. Ja. Maar ik bedoel, als ik iets anders... dat is eigenlijk pas later, toen ik bijvoorbeeld muziek ging maken, dat ik me realiseerde van, hier ben ik heel goed in. Dit kan ik, dit vind ik leuk om te doen en dit kan ik ook doen. En daar zijn eigenlijk alle andere dingen een beetje uit voortgekomen. Zeg maar. Een eigen idee dat ontstaat en ook echt uit kunnen voeren en daar weer... een soort positieve feedback voor jezelf van krijgen. Precies. En je gesterkt voelen om weer andere dingen te kunnen gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk, dat staat haaks op een soort klassikale lesomgeving. Exact, het is het tegenovergestelde. Ja. Als je gewoon een creatieve inborst hebt, in het algemeen denk ik dat je heel moeilijk aardt in de structuren van school en die straminen die daar heersen. Ja. Volgens mij dat. En je hebt ook weer mensen die juist heel goed daarin gedijen. Zeker, die heerlijk vinden, die structuur en alles netjes en dit en dat. Ja, ik heb het ook nooit gehad. Ik vond het vreselijk. Ik voelde me daar wel echt... Ik heb er een leuke tijd van gemaakt, omdat ik gewoon de boel en de maling heb genomen. 8 jaar lang. Maar ja, het was niet productief of zo, weet je. En ik... nee. Dat ik ook zo, weet je wel, van middelbare school tot aan, wat deed ik daarna? Ik ging dan, volgens mij heette dat dan mbo, ik weet het oprecht niet meer. Daarna, ik heb nog hbo gedaan daarna. Maar wat ook op mbo en eigenlijk op die hele middelbare school. Ik kan niks opnoemen wat ik daar geleerd heb. Nee, ja, ik op een gegeven moment had ik Latijn. En zeg maar, toen gingen we van die echte oude teksten lezen. Ja. En ik had dat vak van... de conrector, die woonde ook bij mijn ouders in de straat. Dus ik kon daar niet echt slekken, zeg maar. Ik moest daar altijd zijn. En als ik niet aan de beurt kwam, dan werd wel op de een of andere manier gecheckt of ik zeg maar wel ook... Precies. En dus toen moest ik daar wel gewoon deed het een beetje bij blijven. En daar heb ik wel een bepaald soort... er zit gewoon een bepaald soort structuur in die oude teksten, wat je dan ook wel weer terug kan zien in andere talen en zo. En dat lag je wel. Nou ja, dat is meer een soort gevoel wat ik nu nog steeds ook wel heb. Ja. Maar ik kan nu niet meer zo'n tekst lezen. Nee. Bijvoorbeeld. Dat hoeft gelukkig ook niet. Maar... Nou, ik wilde je net gaan vragen om de rest van de podcast in het Latijn te doen. Ja. Nee. Maar verder, ik heb echt geen idee. En toen je op een gegeven moment in aanraking kwam met muziek, was dat een soort van, voelde dat als een soort bevrijding? Dat je dacht van, wauw, hier voel ik wel een sparkle, dit zet wel even wat aan. Ja, ik vond het gewoon sowieso super leuk en ook heel tof om mee bezig te kunnen zijn. Maar ja, dat was ik denk ik 15 of 16. Ja. En toen waren er gewoon 2 of 3 rappers in Nederland op de televisie. En dat was Frans of zo? Of nee, dat was nog ervoor. Gewoon Extins en later Brainpower. Ja. Dus het was helemaal niet iets waar je dan van dacht van, nou, hier ga ik mijn... ik zet alles op alles. Het was waarschijnlijk ook helemaal nog niet cool of zo om Nederlands te rappen in die tijd. Dat was ook nog een ding inderdaad. Ja. Dat was nog, de mensen die echt heel serieus bezig waren met rap waren allemaal mensen die in het Engels... Ja, klopt, ja. Ja. En dan wilde je nog allemaal Toepak zijn en zo, hè? Die eind jaren 90, begin 2000. Ja, er was inderdaad gewoon... Het moest zoveel mogelijk lijken op populaire Amerikaanse dingen van dat moment. Ja. Dus het was niet dat ik dacht... ik vond dat gewoon heel leuk om te doen. Maar ik dacht niet... ik stop nu met alles en stort me hierop. Nee. Dit gaat het helemaal worden. Nee. Maar toch... Ja, uiteindelijk is het wel helemaal geworden. Ja. En jullie ook wel, voor mij, kijk, ik ben gewoon met jullie muziek opgegroeid. Zoals zoveel van mijn generatie. Maar laten we eerlijk zijn. Shout-out naar jullie. Hè? Shout-out naar jullie. Ja, hey. Ze zitten hier allemaal achter, hè? Allemaal. Maar ja, weet je, als je dan kijkt naar de traditionele rap en hiphop wat toen bekend was in Amerika. Ja. Jullie hebben natuurlijk sowieso een hele andere draai gegeven aan dat genre. En dat maakt het denk ik ook zo uniek. En waarom het gewoon door de ether is geknald. Sowieso, ik weet nog dat ik een van jullie... What's Gebeurd, die hadden wij gewoon... Dan had je zo'n bestandje op je computer, toch? Ja. Ja, dat klinkt nu heel opa, want jij denkt, maar dan had je zo'n bestandje, die stuurde je naar elkaar. Via MSN volgens mij. Ja, zeker. Want dat nummer was ook al een soort van gelekt voordat het officieel uit was. Ja. En toen was het al best wel een ding. Ja. Dus dat was ook... Wat gewoon in de omgeving, zeg maar. Ja, toen hadden wij volgens mij nog niet eens we hadden wel al getekend bij het label van Bas Bron en Kostijn Egberts, Magnetron. Maar zij waren toen nog op zoek naar een distributiedeal om dat zo goed mogelijk uit te zetten. En dat was volgens mij nog niet eens rond. En toen was dat nummer wel al op het internet. Ja. Maar hoe dan? Hoe werkte dat in die tijd? Gewoon oprechte vraag. Want ik weet dat ik krijg dat nummer gewoon op een gegeven moment denk van een vriend opgestuurd. Ja, maar ik schrijf dan af hoe zo'n gesprek dan ging van... je moet dit eens horen, want ik heb daar... Hoe plucht je dat toen? Want op de radio werden die ook nog niet gedraaid in het begin. Nee, dat was pas toen het echt uitkwam. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed. Maar er was gewoon een cd of... Misschien 2 cd's met dat nummer erop. En iemand heeft het op een gegeven moment op zijn computer gezet en aan iemand anders gestuurd of zo. En toen ging het dus ook meteen al best wel hard. Stond het ook op messageboards. Ja. En er waren mensen die het helemaal kut vonden en mensen die het heel erg sick vonden. En dan weet je eigenlijk al dat het goed zit. Ja. Als het polariseert, dan is er in ieder geval iets aan de hand. Ja. Dus toen, dat was ook best wel gek. Maar het was ook wel grappig, want daarvoor was dat namelijk ook al een beetje gebeurd. Het was ook zo'n nummer wat we dan aan opzetten als je met vrienden aan het chillen was. En waar iedereen ook heel erg op reageerde. Van, wow, dit is echt vet. Dus zeg maar, in de inner circle was dat ook al gebeurd. Ja. Ja, lieve luisteraars, moeten jullie eens even goed horen. Kijk, zoals jullie weten kook ik met HelloFresh en dat zou ik jullie ook aanraden. Waarom? Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Ik heb voor de komende 5 weken even een lijstje gemaakt met 5 redenen waarom koken met HelloFresh het leven een stukje leuker, lekkerder en makkelijker maakt. Reden nummer 1. Ja, je kunt je maaltijden 4 weken vooruit plannen. En zo kan je dus genieten van het idee dat je maaltijden al geregeld zijn. En dat is fijn, want dan heb je ineens de ruimte om over allerlei andere dingen na te denken. En dan vergeet je bijvoorbeeld niet om... je podcast op te nemen. Dat gebeurde mij voorheen wel eens, maar nu dus niet meer. Weet je welk gerecht ik echt lekker vond? Tomaatrisotto met kokosmelk en basilicum. Nou, ideaal dus. En nog een extraatje van mij, een kortingscode. Met code HelloRelativeren75 krijg je tot €75 korting op je eerste 4 boxen van HelloFresh. Eet smakelijk! Was het ook altijd de bedoeling als jullie muziek maakten van... we willen dat één groep het gewoon kut vindt en één groep fucking hard? Dat je gewoon wel altijd een beetje een soort van wilde schuren met een nummer? Nou, mijn gedachte was... Er was gewoon... je had dan enerzijds dingen als Opgezwollen en Duvel en wat. En dat was allemaal best wel een soort grimy en underground. Ja. En aan de andere kant had je dan... Lange Frans en Ali B en zo. En dat was allemaal heel erg commercieel glad. Ja. En een soort hele grote ruimte ertussen waar eigenlijk helemaal niks gebeurde. Ja. En mijn gevoel was dat daar heel veel te behalen viel, zeg maar. Om gewoon dingen met een beetje humor gebracht. En niet heel erg serieus met de opgeheven vinger... Nee. Maar ook niet, zeg maar, super glad. Zeg maar. Nee, ook wel een beetje rauw daar op een bepaalde manier. En daar, ik geloofde gewoon dat daar nog heel veel mogelijkheden waren. Heb je er echt altijd zo conceptueel naar gekeken? Nee, het was meer gewoon een gevoel. Ja. En Bas maakte... hij bracht al muziek uit, maar ja, hij is niet echt een hip-hop producer. Hij maakt gewoon van alles. Hij is een multi-instrumentalist en hij vindt funk gewoon heel sick. En hij had dan al 2 platen uit als een onder pseudoniem Bastion. En dat was gewoon een soort synthesizer funk. En ook een paar houseplaten uitgebracht. En hij wilde graag een plaat uitbrengen met producties van hem, met allemaal rappers erop. Maar ook niet per se rapproducties. Ook een beetje gewoon elektro dingen. Meer uptempo en zo. En ik zou daar dan mensen bij zoeken om overheen te rappen. Ik zou er zelf ook op rappen. Ja. Dat was een beetje het idee. En toen al vrij snel heb ik Freddy ontmoet. En die deed toen, een verse. Zo op straat uit zijn hoofd. Met de dansbewegingen er al bij. En zijn eigen adlibs. En toen dacht ik, wow, ja, dit is precies... Wat ik zoek. Ja. En zonder dat, zeg maar, het was niet zo dat ik idee X had en dat hij dat precies liet zien. Maar op het moment dat ik hem zag, dacht ik, toen daalde die gelijk van. Dit is precies wat ik wil. En toen een tijdje later was hij toevallig ook meegekomen naar de studio. Toen hebben we Wat Gebeurt opgenomen en dat was het eigenlijk. En Willy kwam daar later pas op. Ja, maar hij was dan weer de beste vriend van Fred. Ja. En Wiwa was eigenlijk de rapper. Zeg maar, Fred rapte omdat Wiwa de hele tijd aan het rappen was. Ja. Had hij ook, zeg maar, een paar raps die dan kon doen. Ja, oké. Zo is die samenstelling ontstaan. Ja. Ja, ik denk dat je daar wel knap dat je dat zag. Of ik denk inderdaad... Dat klopt wel, ja. Ik weet, als wij dan opgezwollen luisterden, stonden we toch altijd met scootertjes en de kostenpetjes en het jonkeltje zo. Stonden we ergens een beetje zo kick de nacht in te gaan. Ja. En Lange Frans, ja, dat luisterden wij dan niet. Althans in mijn groepje, dat vonden we inderdaad een beetje te commercieel. Maar dat van jullie, dat kwam er op een gegeven moment tussen. En dat was gewoon dat. Omdat jullie hadden ook wel heel erg scheiden aan de autoriteit. Dat gevoel zat er bij jullie ook wel heel erg in. Ja, zeker. Maar het was ook nooit, we hebben ook nooit een commercieel plan gehad of zo. En het is ook heel snel heel groot geworden. Ja, niet normaal. Terwijl wij... Wiwa die zei ook, ik dacht, we zijn gewoon 3 gasten die rappen over electrobeats. Ja. Maar toen die single uitkwam, hadden we ineens een foto op de website van Topnotch. En waren wij ineens een rapgroep. Ja. Het was echt een soort mentaal ding waar wij ook helemaal niet op in hadden gezet of zo. Het was veel meer gewoon de muziek die... in de eerste instantie draaide... hoe heet hij ook alweer? Laidback Luke bijvoorbeeld. Ja. En het was gewoon heel soort... Laidback. Ja, nee, dat niet. Maar gewoon iets voor op vrijdagavond op een sick feest. Ja, precies. Niet een soort mainstream top 40 ding of zo. Nee. En toch is het bizar uit de klauwen gelopen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar heb jij wel eens, want je hebt eigenlijk dat die hele nieuwe generatie die daarna is gekomen. Hè, dus voor mijn gevoel is dat een beetje vanaf dat new wave gebeuren. Ja. Dat op een gegeven moment hip-hop rappers in Nederland gewoon door het dak gingen. Heb je er nog wel eens gedacht? Want die vertegenwoordigt, die zat net die generatie daarvoor. Van de industrie het had nog groter kunnen worden als we op deze tijd zouden zijn ingestapt. Maar ik bedoel, dat heb je altijd, denk ik. Wat voor ons heel fijn was dat er niks was. Dus er was heel veel ruimte voor iets wat tegelijkertijd niet de luisteraar plezier hoefde te doen. Zeg maar met te catchy hooks of zo. Ja. En ook wel niet super serieus hoefde te zijn. Mm-hmm. En wel gewoon gedraaid kon worden op de radio. En daar was gewoon heel veel plek voor wat er daarvoor misschien niet was. Dus dat heeft ons ook al best wel ver gebracht. Ja, en de concurrentie was ook gewoon beduidend minder. Want als je nu ziet hoeveel gasten dan om die nummer 1 plek strijden in dat genre, dat is niet normaal. Ja. Er zijn zoveel toffe nieuwe gasten die rap hiphop maken en die het allemaal wel gewoon goed voor elkaar hebben. Ja, en die gewoon de hele tijd met elkaar aan het gevecht zijn. Dat hadden jullie natuurlijk wat minder. Jullie hadden wat minder, bijna een soort van... Nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment waren we letterlijk de grootste. En toen dacht ik, yes, terecht. Maar toen wist ik ook van, ja, dat komt gewoon omdat de rest is weggevallen. Ja, ja. Ja, je had opposites op een gegeven moment, maar die kwamen iets later. Nee, dat was een beetje tegelijkertijd. Maar zij waren toen op een gegeven moment ermee opgehouden. Ja. Of soort van. En Opgezwollen deed ook niks meer. En Lang van zijn baas B was ook klaar. Dus toen... Ja, toen waren we gewoon... toch gewoon de grootste of de enige die nog, die nog overgebleven was. Maar toen wist ik ook al van... Dit overleefd hadden. Ja, dit is zeg maar... Dit is niet echt. En inderdaad echt een half jaar later of zo. Of een jaar later. Want ik weet nog, wij gingen toen die Manon-plaat maken. Ja. En ik zag het al helemaal gebeuren. Ja, en we hadden ook 2 shows in de Heineken Music Hall. Omdat we al 10 jaar bestonden. En toen had ik zoiets van, ja, we koppen het gewoon allemaal in. En een gigantisch jaar. En precies dat jaar kwam ook New Wave uit. Ja. En die deden zeg maar alles wat wij in 10 jaar gedaan hadden. Hebben zij in 1 soort... ja, bizar, hè? Ja. En toen wist ik ook wel weer van, ah ja, je moet nooit denken dat je weet... Het spelletje mee. Ja, precies. Ja. Maar ik weet ook nog dat Ronnie Flex op een gegeven moment... die had volgens mij een nummertje, dat heette Soldaatje, volgens mij. Ja. Had hij toen met die... zat Polska daar al bij? Volgens mij wel, ja. En hij kwam bij mij uit de buurt in Capelle Schollevaar. En ik weet dat iemand tegen mij zei... hebben dat nummer gezien van een ventje hier uit de buurt... En dat had gewoon toen al volgens mij 2 miljoen views of zo op YouTube. En ik zat zelf amper nog op YouTube. En toen dacht ik, zo vet. Dus gewoon ineens een soort van... heel nieuwe platform ontstaan waarin je jezelf gewoon kan pluggen. Ja, ja. Nee, maar ik weet ook nog dat er was toen heel lang het gerucht dat de top 40 of... Nou, ik weet niet meer precies, maar dat die hitlijsten die plays op YouTube ook mee zouden gaan rekenen. En toen dacht ik al, ja, als dat gebeurt, dan is het gewoon in één keer... is het hele ding gewoon van die jonge gasten. Ja. Want die waren alleen maar bezig met miljoenen plays pakken daar. Ja, normaal. Ja, en dat is ook uiteindelijk wel een beetje wat er gebeurd is, volgens mij. Toch heb ik het idee dat het nu terug is gelopen. Weet je, omdat mensen nu niet meer... Iedereen heeft nu gewoon Spotify. Ja, ja, is dat het grootste... Ja, ik denk het wel. Voor een groot deel... Want mensen kijken gewoon niet echt meer naar videoclips. Nee. Hoe belangrijk is het denk ik nog dan? Denk je nog als artiest? Het is dus wel belangrijk om een video te hebben. Want anders dan hebben mensen iets van... Ja, er is niet eens een video van. Dus wat is het dan voor nummer? Ja, precies. Dus geeft het een soort van bestaansrecht. Ja. Maar tegelijkertijd is het niet meer super belangrijk om die video te kijken. Als mensen het nummer vet vinden, dan gaan ze het nummer gewoon luisteren. Ja. Ja, ik zit te denken, weet je, dat je er vroeger op de box... Dan moest je gewoon sms'en en dan zei je... Ja, ik wil die nieuwe van Britney Spears of van de Backstreet Boys. Zeker, 3 keer achter elkaar. Ja, 3 keer achter elkaar. Dus je helemaal door je sms-geld heen. Ja, wel 3 keer Toepak gezien die avond. Hey, ik kan me ook voorstellen... niet voorstellen, ik weet dat het zo is. Je draait jezelf ook helemaal kapot. Je begint op jonge leeftijd veel op te treden. Ja. Dat jullie van een feestje hielden, dat is algemeen bekend. En dat heb je ook al heel veel interviews verteld. Dus ik zal niet vragen aan je, heel corny, wat is het gekste wat je hebt meegemaakt. Maar je bent wel... je bent nu 37, toch? 40 zelfs. Wat? Ja. Look at me. 40? 40, ja. Had jij dat verwacht, Sam? Nee, hè? Ik ook niet. Dat hoor ik graag. Zo, ja, 40. Nee, serieus joh. 40 ben je. Maar dan jij bent echt... Kijk, het leven gaat sowieso en komt en gaat in fases. Absoluut. Maar jij bent inmiddels door een paar fases heen gegaan. Dus je bent artiest geweest. Nou, daarvoor hadden we het al even over de blowende tiener. Vervolgens iets gevonden waar je creativiteit in kwijt kon. Helemaal opgeblazen. Op een gegeven moment denk ik ook, als je iets lang doet, een trucje op een gegeven moment haalt, dan kom je op zo'n punt van dat je denkt, ik word niet meer getriggerd op dezelfde manier. En ik voel niet meer dat ik dezelfde energie voor iets krijg. Heb je dat ervaren ook met muziek maken? Nee, maar ik heb ook... we hebben ook nooit 2 keer dezelfde plaat gemaakt, bij wijze van spreken. Nee. Eigenlijk de enige constante factor is dat wij met z'n vieren de jeugd zijn. Dus, en het is ook elke keer wel weer anders. En helemaal in het begin... Of tenminste, Bas heeft nu al best wel lang dezelfde studio. Maar in het begin was het eigenlijk ook meestal zo... dat iedere keer dat we een plaat gingen opnemen... dat hij dan weer in een andere studio zat. En ja, je hebt ook weer van alles meegemaakt. Dus je staat ook anders in hoe je dan zo'n plaat op gaat nemen. Of überhaupt hoe je in het leven staat... beïnvloedt ook weer hoe je dan bezig bent met... met muziek maken of wat je wil maken. En dat geldt ook een beetje voor... live shows bijvoorbeeld, dat is eigenlijk ook toch steeds weer anders. En in het begin waren we dan nog best wel op zoek naar een soort goede show waarin je en zoveel mogelijk energie in het publiek kan stoppen en dat weer terug kan krijgen, zonder dat het verslapt. En dan zitten er soms ook nog nummers tussen waarvan je denkt, ja, ik weet het niet helemaal, maar je moet toch die tijd volmaken ook. Ja. Maar op een gegeven moment ben je daar ook weer voorbij en is het meer van hoe proppen we alles in die show? Of wat gaat er in godsnaam afvallen? Je hebt nog steeds wel diezelfde sparkle als je muziek aan het maken bent. Ja, zeker. Ik vind in de studio zitten met de jeugd, los van dingen met mijn gezin doen, het allerleukste wat er is. Ja. Ja, daar... Schrijf even zo'n studiosessie met die jeugd. Ja, het is sowieso nooit twee keer hetzelfde. Maar er worden altijd... Je moet altijd op je hoede zijn. Ja. Als je binnenkomt met verkeerde schoenen aan, dan zit je al de eerste 5 kwartier een beetje zo... Ah, schoenen. Dat kreeg je de hele avond te horen. Ja, en op een gegeven moment krijg je het gewoon een beetje te pakken. En dan soms neem je eerst gewoon een nummer op om een beetje warm te worden of zo. En dan het volgende moment staat er 1 moment iets op. En dan zit je ineens samen in een soort ding wat werkt. En dan moet het snel opgenomen worden. Dan ga je daarna nog iets heel ver uitdenken en dat dan ook op proberen te nemen. En dat werkt dan eigenlijk helemaal niet zo goed als hetgene wat zomaar ontstaan is. Maar je hebt niet een soort pijlers dat je zegt van we gaan vandaag een nummer maken over de liefde of een nummer over schoppen tegen... Ja, soms wel, maar over het algemeen werkt dat gewoon nooit zo goed. Ja. Het werkt het beste als het ontstaat op een natuurlijke manier. En heb je eigenlijk altijd eerst de beat nodig om te voelen van waar gaan we naartoe? Vaak wel. Ja. Vaak is dat gewoon een beetje een ritme of een melodie is een kickstart voor gewoon de woorden die ontstaan of een klein zinnetje of zo. Maar het kan ook andersom. Het kan ook dat je... Maar dan zit je wel altijd met z'n drieën. Dus dan hoor je die beat en dan staat je gewoon te wachten. En dan gooit iemand gewoon ineens een zin eruit. Ja, vaak wel. Of met z'n tweeën. En dat de ander er later bij komt. Ja. Maar dat is ook een beetje de kracht van in zo'n groep zitten. Ik neem ook best wel veel dingen op in mijn eentje. En dan is het toch veel meer... Dat ik dan op een gegeven moment denk van... Oké, dit is het. Ja. En dat is weer een heel ander proces. Ja. Maar dat is ook wel weer fijn, omdat je dan niet soort tegen elkaar op hoeft te bieden en zo moet kijken van is dit zo. Maar je houdt elkaar wel scherp, denk ik, als je met z'n drieën bent. Precies. Plus je kan ook als je er wat minder lekker in zit, kan je gewoon zeggen van oké, maak maar af, dan doe ik die laatste 8 zinnen. Dat jij deze vol. Ja, die schreef je gewoon even door. Ja. Maar heb je ook niet ik hoor de Hef dat altijd zeggen in die Rookworst podcast, dat als hij dan een featuring had... Shout-out naar Hef. Ja, echt hè. Dat hij dan altijd enorme druk voelt om gekkere bars te hebben dan die andere. Ja, tuurlijk. Hoe hebben jullie dat? Want jullie zijn een groep. Ja, nou kijk, we willen sowieso altijd zo goed mogelijk voor de dag komen. En ook een zo goed mogelijk nummer maken. En elkaar ook vermaken. Dus je schrijft ook wel dingen om de ander aan het lachen te krijgen, of in ieder geval een soort merkbare reactie los te maken. Ja. Maar aan de andere kant, ja, we weten gewoon heel goed wat we aan elkaar hebben. En soms weet ik ook wel van oké, hier moet ik gewoon later nog een keer naar luisteren. En dan ga ik het heel vet vinden, bijvoorbeeld. Ja. Maar nee, niemand gooit er echt met de pet naar. Het is altijd, je wil gewoon dat het zo vet mogelijk wordt. Ja. Ook al wordt het dat uiteindelijk niet, dat kan natuurlijk ook. En wie is dan meestal... Is er iemand die dan altijd... Wie is het kritisch van jullie? Of ligt dat gelijk? Weet ik niet. Ik denk, Wibba is heel makkelijk. Ja. Die springt overal op. Ja, dat hoor je ook. Die doet alles. Die heeft ook met alles zoiets van... ja, ook al is het niet vet, dan vindt hij het alsnog vet. Ja. Ik weet niet, Fred is wel wat terughoudender. Die zegt ook wel eens van ja, hier wil ik dan niet op of zo. Ik weet niet. Ik vind het heel belangrijk om alles in 1 keer op te nemen. Ja. Ik vind het fijn om dingen heel snel te doen. Maar gemiddelde studiosessie, hoeveel nummers produceer je over het algemeen? Ja, dat hangt er helemaal vanaf. Die een goede avond hebt. Als een goede avond, 8 dingen of zo. Wauw. Ja. Dat is wel veel, of niet? Ja, maar ik bedoel, dan is het ook niet klaar, hè? Dat is gewoon een beat en dan neem op die ene track staan we dan allemaal. Ja. Op die volgende is dan misschien alleen een refreintje. Maar ja, zoiets. Maar hoe vaak treden jullie nu nog per jaar op? Ik heb geen idee, maar wel vaak genoeg om af en toe ook te denken van... ik ben blij dat we morgen vrij hebben. Ja, maar het is niet meer zoveel als vroeger, toch? Jullie hebben wel bewust allemaal een stapje teruggenomen. We hebben op een gegeven moment... helemaal in het begin deden we allemaal van die shows in discotheken en zo. Ja. Daar zijn we op een gegeven moment opgehouden. En doen we alleen nog maar festivals en poppodia. En op een gegeven moment moet je natuurlijk ook... Ja, je wil gewoon dat het iedere keer zoveel mogelijk waard is. Dus dat je een zo goed mogelijke show kan geven voor mensen die het graag willen zien. Ja. En dat het je tijd ook waard is qua geld. Mm-hmm. Ja. Dus dat moet altijd wel een beetje het streven zijn. Yes, oké, top, fijn, super, hoi hoi. Ja, hey, hallo. Ja, ze noemen mij natuurlijk ook wel Cupido of de matchmaker. Ik heb zojuist mijn goede vriend Tobias geholpen aan een baan als golfbalduiker. Ja, ik wist het altijd al. Die man kan duiken als een dolfijn. En nu mag hij dus bij de golfbaan golfballen uit het water gaan duiken. Super, een perfecte match. En nu hoor ik jullie denken... Kai, waar heb je dat geleerd om zulke goede matches te maken? Nou, aangezien ik master of matching ben... zal ik jullie koppelen aan een bedrijf waar je dit allemaal kan leren. Namelijk Luba. Het grootste uitzendbureau voor het MKB. Jullie kunnen daar een Luba-ship volgen. Een traineeship waarmee ze starters in de arbeidsmarkt kennis laten maken in de recruitmentbranche. En wat leer je daar dan? Nou, het volgende. Het staat bomvol met coaching, trainingen en masterclasses. Ja, en hoe je aan je matches komt, dat bepaal je zelf. Ben je telefonisch heel goed? Of ga je liever op pad om bedrijven of kandidaten te bezoeken? Het gaat om de juiste match. Je verdient een CEU-diploma en dit maak je dus gediplomeerd intercedent. Klinkt goed, hè? Graag gedaan, lieve luisteraars. Kijk op luba.nl/relativeren. Voel je dat het je meer moeite kost naarmate je ouder wordt... om diezelfde energie op dat podium... te geven als vroeger? Nee, helemaal niet. Nee? Want ik heb het idee, je bent een stuk fitter dan dat je vroeger was. Ja, absoluut. Je bent wel ouder geworden, maar je bent een stuk fitter. Ja, nee. Want je drinkt niet meer, toch? Nou, niet echt. Nee. Nee, ja, ik bedoel, ik heb... Als ik het nodig acht, dan kan het gewoon. Ja. Maar over het algemeen niet. Maar ik denk als je terugschakelt naar het begin van jullie of de piek van jullie carrière... ik denk dat er dan bij ieder optreden wel gedronken werd. Ja, zeker. Helemaal in het begin vond ik het heel belangrijk... dat ik op iedere foto die genomen werd alcohol in mijn hand had. Ja, omdat ik dacht, dat het hoort bij mijn imago. Ja, maar dat betekent dus ook dat ik de hele tijd ook aan het drinken was. Omdat als het dan weer op was, moest ik dan ook weer iets anders hebben... voor als er misschien een foto genomen werd. Maar wanneer dacht je van, fuck it, dit is niet meer onderdeel van mijn imago. Ik kan het loslaten. Nou, op een gegeven moment... Kijk, in het begin waren die shows gewoon 20 minuten... en dan wilden mensen eigenlijk alleen maar wat gebeurt horen. Ja, dus dat kan je vrij makkelijk met... drank. Met het alcohol in je hand... Een show van maken. En op een gegeven moment groeide het uit naar een poppodium. Een uitverkochte poppodiumtour. En de Bravo, Lowlands, weet ik wat allemaal. Ja. Nou, en dan moet je gewoon... Wil je jezelf ook zo goed mogelijk presenteren. En de hele tijd heen en weer kunnen springen. En al je teksten gewoon scherp hebben. En toen realiseerde ik me wel van... Oké, ik kan niet meer minuut 1 meteen beginnen met tappen. Nee. Dat gaat gewoon niet. Het moet wel iets meer... iets gefocuster ingaan. Ja. En gaandeweg is dat een beetje omgeslagen... naar dat ik op een gegeven moment ook wat ouder werd... en me ook realiseerde van... ja, ik word gewoon van die alcohol... eigenlijk alleen maar slomer en moeier... Ja. op het podium. En het is ook slecht voor je stem. Of voor mijn stem in ieder geval. Je gaat heel snel schreeuwen... en dan word je schor en dan... voor je het weet heb jij maar geen stem meer over. Dus op een gegeven moment, naarmate de shows en die dingen allemaal serieuzer werden, is dat er gewoon een beetje ingeslopen. Wordt het lastig om minder te drinken? In het begin wel. Omdat, het is gewoon gewenning. Ja, precies. En je denkt ook van ja, ik heb ook een tijd lang gehad bijvoorbeeld dat ik dan maar 1 drankje dronk voordat ik het podium opging. Omdat ik dacht van ja, anders dan kan ik dat niet of zo. Ja, precies. Dat slaat natuurlijk eigenlijk ook nergens op. Nee. En ja, uiteindelijk komen mensen toch niet om jou alcohol te zien drinken, maar om de muziek te horen. Over het algemeen. Ja. Ja. Freddy is ook gestopt met drank, toch? Ja. Maar die was nog volgens mij wat eerder gestopt. Maar die heb ik ook in mijn podcast gehad. Volgens mij was dat bij hem gewoon echt wel zo problematisch. Dat was gewoon... Ja, hij is gewoon heel erg iemand van... Dan was het super gezellig. Ja. En dan... ja, toch vet? Hè? En dan was hij gewoon, had hij zo'n glazige blik over zich gekregen. Ja. En dan was er geen land meer met hem te zeilen. Nee, ik kon gewoon niet meer aanspreken. En er was geen pijl op te trekken wanneer dat gebeurde. Gewoon zo'n intern atoombommetje die er was afgegaan. Ja, gewoon heel gek. En dan... ja, nee, dat werd hij vervelend. ja, gewoon een soort... soms ging hij dan dingen kapot maken. Of je kwam gewoon ergens niet weg omdat hij niet op wilde staan. Zeg maar, allemaal dat soort dingen. Dus ja, wat dat betreft, ik vind dat ook echt een super goede en volwassen beslissing van hem. Ja, misschien is dat het beste voor hem en misschien ook wel zijn gezin. Je bent een aantal jaar geleden ook op de cover van de Menshad geweest. Ja, dat klopt. En ik wist eigenlijk ook niet. Ik weet dat ik die foto zag dat ik dacht, zoals volgens mij iedereen op dat moment. Ja. What the fuck? Wat is daar gebeurd, weet je wel? Je was gewoon ineens een beastie. Maar had je altijd wel al iets atletisch in je? Of is dat gewoon puur voor die shoot helemaal tot stand gekomen? Nou, nee, dat speelde wel al langer. Het een beetje tegelijk met dat ik meer... dat ik serieuzer met die live shows om wilde gaan. Ik was op een gegeven moment... 3 keer per week gaan hardlopen. En op een gegeven moment ging ik ook kickboksen met een paar andere vrienden van me. En toen had ik ook weer wat meer structuur in mijn leven. Want tot die tijd, ja, ik hoefde helemaal geen reet te doen. Dus ik ging dan op dinsdag ook soms om 4 uur 's nachts slapen. En dan weet ik veel, was ik gewoon een boek aan het lezen of zo. En dan werd ik de volgende dag om 2 uur 's middags wakker. Ja. En dan had ik zoiets van... Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Ja, Faber. Ik ben heel zielig. Faber, wat doe je? Precies. Dus dat ben ik toen een beetje gaan doen. En op een gegeven moment overleed een goede vriend van me. En dat was heel abrupt en heel heftig. En toen was ik met allemaal vrienden van ons bij elkaar... En toen... Mijn eerste reactie was om heel veel te gaan drinken. Ja. En de dag daarna waren we ergens anders. En toen ging dat eigenlijk weer gebeuren. En toen had ik zoiets van... Ja, dit is wat ik ga doen als er iets heel leuks is gebeurd. Ja. En ik voel me, zeg maar, echt... verschrikkelijk en binnenste buiten gekeerd. Ik wil helemaal niet het idee hebben... Ja, het voelt toch alsof ik... Gewoon heel krom dat ik hetzelfde aan het doen was als wanneer ik iets ging vieren. Of zo. Ja. En toen kwam ik Arie tegen. En ik had al wel een keer eerder met hem getraind ook. Ja. En toen zei hij van... vroeg hij of ik weer een keer met hem mee wilde trainen. En toen zei ik, ja, dat is goed. En toen hadden we getraind. En toen voelde ik me daarna eigenlijk een stuk beter. Of zeg maar veel meer... Had ik ook een uur lang even niet daarover nagedacht. Maar in plaats van dat ik soort zat als een aap was... voelde ik me gewoon een soort beetje uitgerust. Ja, en, precies. Een beetje de dingen eruit gezweet of zo. En toen zei hij... Toen vroeg ik, wanneer ga je weer trainen? Toen zei hij, morgen. En toen... bij hem aangehaakt en vanaf toen ben ik daar gewoon helemaal ingegaan. Ja. En dat was denk ik een jaar of zo daarvoor. En toen trainde ik al eigenlijk het 5-6 dagen in de week samen met Arie. Toen hebben ze je gescout daar in de gym. Ja, precies. En toen werd mijn zoontje geboren en toen dacht ik, oh ja, want ik dacht namelijk... zodra mijn kind geboren is, ga ik nooit meer naar de sportschool. Ja? Ja. Waarom? Ja, ik dacht, daar heb je dan geen tijd meer voor. Oh, je hebt geen tijd, oké. Ja. En toen kwam dat Men's Health ding. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel relaxed. Want dan heb ik in ieder geval een soort stok achter de deur om dat wel te blijven doen. En nou ja, zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. En zit het nu in je routine? Is het onderdeel van je leven te sporten? Ja, ik sport elke dag. Ja, en dat, als je dat in je systeem hebt, dan houdt het ander ook buiten... buiten de deur, hè? Want je hebt ook geen zin om vertiefd te zijn van een kater als je zo lekker bezig bent met dat... Maar ik moet wel zeggen, toen alle sportscholen dicht waren, toen heb ik ook wel geleerd om alcohol te drinken en dan de volgende dag toch wel te gaan sporten. Ja. Gewoon een stuk te gaan rennen. Of, ja. Nou ja, het helpt ook om je kater minder heftig te maken. Precies, ja. Het is wel altijd... Ik heb het nu ook de mensen had gedaan afgelopen september. Ja, dankjewel. Ja, dat is Stef Nagel. Ja, hij is goed, hè, Stef? Ja, hij kan lekker photoshoppen, die man. maar als je dus zo'n doel hebt, dan is dat trainen ook zo verschrikkelijk lekker. Ja. En dat is natuurlijk gewoon, het is een enorm cliché. Maar als je gewoon in die sportschool staat, die staat een beetje met gewichtjes te smijten. En je weet niet precies waar je naartoe gaat. Ja. En dan is het natuurlijk... Het is natuurlijk heel makkelijk om weer te stoppen of om op te geven. Hoe hou jij jezelf nu gemotiveerd? Ja, ik doe gewoon. Ik heb nu dan sinds een tijdje weer een trainer die dan 1 keer in de maand een nieuw schema aan me uitlegt. Ja. En dat deze shout-out Brian trouwens voor de kijker Brian. Dan wel luisteraar. En ik vind dat heel relaxed, maar ik heb ook een hele tijd alleen maar gefietst in de sportschool. En dan wel met pull-ups erbij, maar verder gewoon alleen maar fietsen, zodat ik gewoon heel veel calorieën verbranden en dan thuis weer heel veel vreten. Ja. Maar pull-ups zijn wel echt... Ik vind dat, je wordt daar zo sterk van. Ja. Als je dat gewoon goed en veel doet, dan train je eigenlijk ook al zo'n groot gedeelte van je bovenlichaam. Zeker, maar want er was een tijd lang dat had ik met de gym zoiets van, straks gaat het weer dicht, of dan is er weer dit, en dan is er weer dat. En had ik nergens zin in, maar als ik dan... Ik wist van, ik kan op die fiets gaan zitten en dan... Binnen 5 minuten heb ik zoiets van, oké, ik ga wel 3 kwartier fietsen. Of ik ga wel 1 uur fietsen. Dus maar hoe chagrijnig of hoe geen zin ik er ook in heb, dat lukt wel. Ja. En dus toen heb ik een hele tijd alleen maar dat gedaan. En daar was ik natuurlijk ook dan weer klaar mee. Dus nu ben ik dan wel weer wat gestructureerder bezig. Met wat voor soort sport doe je? Zit je in de crossfit hoek? Of is het... Nee, ik moet het echt in mijn eentje kunnen doen, anders trek ik het niet. Ja. Ik ben wel heel competitief, maar alleen als andere mensen niet meedoen. Die CrossFit community, daar jezelf. Ja. Die CrossFit community is ook, dat is best een pittige community, hè? Daar zijn ze echt, dat is echt helemaal een ding. Zeker. Vrienden van mij doen het ook, jongen. Die zijn fanatiek, man. Hey. Ja, ik vind shout-out naar hun, maar het is niks voor mij. Nee. En kijk, los van dat is het ook gewoon heel vaak. Kan ik toch ineens pas een half uur later in de gym zijn. Ja. Of het lukt helemaal niet 's ochtends. En dan kan ik 's avonds pas of whatever. Dus dan is het voor mij ook belangrijk dat ik in mijn eentje iets kan doen. Ja, ik had met dat CrossFit, ik heb het wel eens gedaan en met hun meegetraind. Ja, misschien ben ik dan een enorme kneus. Maar ik had gewoon een aantal van die oefeningen. Dacht ik van, als ik nu ook maar iets verkeerd doe, dan verneuk ik mijn lichaam echt enorm. Ja, vooral mijn onderrug. Ja, precies. En ik denk dat altijd. Ja, dat zat zo in mijn hoofd dat ik dacht, maar ik ga hier niet mee door. En ik wil hier ook helemaal niet sterker in worden, want ik ga steeds bizarre dingen optillen. En het wordt eigenlijk steeds meer een slijtageslag voor je rug. En ik heb ook wel echt wel vrienden die wel regelmatig met blessures kappen. Dan zeg ik, jongens, kap nou, want dadelijk op je 50ste kom je die bank gewoon niet meer op. Ja. Maar dat is dan nu, omdat het zo fanatiek is, dat vind ik wel tricky aan. Maar goed, er zullen ook genoeg mensen zijn die hun postuur, et cetera, wel gewoon goed onder controle hebben. Maar bij mezelf, ik vertrouw mijzelf daar niet. Nee, ik ook niet. Gewoon je bedoelt toch gewoon die... Ja joh, en dan dat stomme gegooi ermee en dan weer zo en dan weer staan. En ik ben sowieso best wel stijf. Doe je wel eens yoga? Maar niet heel vaak, maar... Nee, dat zou ik wel eigenlijk gewoon... Ik train nu nog best wel veel, 5 keer per week. Ja. Ook wel gewoon tranquilo eigenlijk, niet met een echt doel, maar gewoon lekker, omdat ik het lekker vind. Zeker als onderdeel van mijn ochtend. Ja. Maar ik zou wel wat meer stretchen, want ik ben echt zo stijf als een hark, man. En dat yoga is wel goed. En ik weet nog dat ik een keer in Bali heb ik een keer een les genomen. En toen stond ik tussen allemaal dametjes en ik dacht, nou... Dat yoga, dat doe ik wel even. Ik vond het zwaar. Ja. Holy shit. Zeker. Ik stond te hijgen en te doen, jongen. Ik kon het gewoon allemaal niet. Nee, ik vind ook dat een van die dingen, als je in zo'n zaaltje staat en je bent echt, je hebt zoiets van, wat? Ja. Hè? En je kijkt zo naar de andere kant op en je ziet mensen de ingewikkelde versie daarvan ook nog zeg maar zo doen. Zo. Ja, exact. Die doen zelf nog zo'n update bij zijn upgrade. Ja, zo van, maar ik doe hem altijd zo. Ja, je mag ook nog met je tenen elkaar jezelf vastpakken. Wat hoor je de leraar altijd zeggen? Ja. Je mag hem ook voor de gevorderden, je mag hem ook op deze manier doen. Ja, en zit ik daar met allemaal van die blokjes of ter ondersteuning van mijn heupen en zo. Ja, precies. En als het dan te makkelijk gaat, dan weet je dat je het verkeerd doet. Ja. Ja. Zo kut. Denk je eigenlijk van ik heb hem en dan, ja. Nee, maar dan doen we het verkeerd. Ja, maar dat is zo goed voor je lijf. Zeker, zeker. Ja, het is ook heel relaxed. Hè? Als je 's ochtends wakker wordt bijvoorbeeld en je doet een goede hamstring stretch, dan ben je daarna echt wakker. Klopt. Ja. Er komt ook echt meteen een soort energie vrij in je lichaam. Ja, man. Ja, ik zou eigenlijk ook wel heel veel yoga willen doen, maar dat lukt me nog niet. Vind je het soms... Er zijn zoveel dingen hè, nu. Ik denk dat dat ook mijn algoritme is, omdat ik daar naar op zoek ben. Maar ik vind podcasts gewoon leuk waarin mensen het hebben over optimalisatie van je lichaam, je geest en al die dingen. Ik ben nu helemaal verslaafd aan die Huberman podcast. Dus die neurowetenschapper die heeft het over optimalisatie van je slaap, trainen, maar ook wat alcohol met je lichaam doet, sigaretten. Mega interessant. Maar soms weet je dan komen daar weer allemaal theorieën en dingen die je dan kan hanteren in je dagelijks leven. En soms vind ik het zoveel. Ja. Dan merk ik ook dat ik een beetje van... Ah, kut, ik moet yoga, ik moet bikram, ik moet dit, ik moet zus, ik moet dat. Ik moet ijsbaden, ik moet daarna ook de sauna in. En ik word helemaal gek soms. Ja, nee, zeker. Dat is ook zo. Maar dat heb ik ook. Maar ik ben op een gegeven moment begonnen met 's ochtends schrijven. Dus als eerste, als ik wakker word, dan... Nou ja, nu is het meestal vaak iets later, maar 500 woorden schrijven. Ja. Dat kwam ook van zo'n... uit een Tim Ferriss podcast. Ja. Maar. En elke dag sporten. Dat zeg maar... Dat zijn de dingen waarvan ik denk... Ja, dat moet je gewoon laten lukken vandaag. En dan is de rest allemaal... mooi meegenomen. Ja, precies. Ja. Maar ja, inderdaad ook... je ijsbaden, dat is het ook helemaal, hè? Ja. Jij hebt zo'n ding, Ik had hem, ja. Die ik nu heb, die is kapot. Dus die heb ik terug laten sturen naar Nederland. Kapot? Ja, in welke zin? Het is gewoon een bak waar je ijs in gooit. Nee, dit is een zelfregulerende. Dus daar hoef je geen ijs in te doen. Oh, en kan je tot 2 graden zetten. Er zit een motortje in. Stop. Hoef je eigenlijk alleen in het water te vervangen. Ja. Maar die is kapot. Maar ik krijg er nog één. Ik krijg er een nieuwe opgestuurd. Ja, dat deed ik wel, maar dat deed ik toen ik zo hard bezig was met... Maar toen, weet je, met mensen had... En ik had Special Forces gedaan op Videoland. Waar ik dus ook gewoon mezelf even flink een trap vond en mijn reet moest geven. Ja. En toen zat ik gewoon in zo'n modus van, weet je, ik wil alles doen en ijsbaden. Ja, en beast mode. Ja, precies. Wel lekker ook. Dat was echt heel lekker, ja. Ook met mijn voeding, alles was geregeld. En toen had ik zo'n hoge wil om dat allemaal te bereiken. Dat ging me allemaal heel gemakkelijk af. Ja. En dan merk je dat terug... Weet je, terugloopt, want nou ja, die doelen zijn behaald. En dan kijk ik naar het ijsbad en denk ik, ik kan het ook niet doen. Weet je, en ineens is dan die opperste of die grootste motivatie weer weg. Dus ik ben wel op zoek naar, hoe kan ik mezelf nou... Want ik vind het wel allemaal leuk. Ja, maar ja, ik had op een gegeven moment in die lockdown had ik ook zoiets... Want ik was best wel hard aan het trainen, omdat we hadden een tour die zou beginnen... Volgens mij een week nadat alles op slot ging toen. Ja. Dus ik was gewoon helemaal... ripped en ready to go. Gewoon om shirt uit te trekken op het podium. Ja. En ineens was alles dicht. En ik deed dan wel elke dag thuis een beetje trainen of een beetje rennen of zo. Maar... Zo'n TRX-bandje lekker. Ja. Ze zijn best goed, hè, die dingen. Ja, nee, zeker, zeker. Ik heb het wel laten werken. Maar uiteindelijk toch gewoon gestrekt met rode wijn. Een beetje de paniek weg te snacken. Ja. Dat je denkt dat de wereld vergaat. Ja, dat was in het begin, jongen. Ja. Dat was zo... Je was gewoon jezelf helemaal volproppen met goor vreten en wijn en kaas. En... Omdat, het was toch ook een beetje zo... wat is dit? Ja, ja. En op een gegeven moment dacht ik ook... Want toen had ik me weer laten vertellen dat nee, en ze gaan alles. En dan, zeg maar, daar zat ik niet helemaal in. Maar toen dacht ik wel van, misschien... kunnen we gewoon nooit meer optreden straks. Ja. En voor wie ben ik dit dan nog aan het... Zeg maar, is het dan... Vind ik persoonlijk het zo belangrijk... om mijn lichaam in deze staat dan bij te houden... om dit dagelijks te blijven doen? Als het, zeg maar... was eigenlijk gebaseerd op anderen. Dat je gewoon als het niet meer een onderdeel is van hetgene waar ik mijn brood mee verdien voor een groot gedeelte. Namelijk live shows. Ja. Zeg maar als dat helemaal weg komt te vallen, vind ik het dan nog steeds zo belangrijk. Mm. Maar uiteindelijk was dat toch wel zo. Ja. Tenminste, ik heb me juist ook in die tijd heel erg vastgehouden aan in ieder geval elke dag even een uur zweten op een bepaalde manier. En dat heeft me wel goed gedaan, denk ik. Ja. Maar ik denk ook dat het sporten als zich, zeg maar, dat als ik het persoonlijk maak, dan dat vind ik echt hartstikke leuk om te doen. En dat zit zo in mijn systeem dat als ik het niet doe, dat ik me er ook minder door voel. Ja. Dus dat kost me allemaal geen moeite. Maar dat eten en zo, tabletten, dat vind ik net zo leuk als sporten. Ja, veel eten. Zeker. Dat vind ik ook gewoon een sport. Zeker, maar dat is ook gewoon... Ik zie die dingen ook gewoon als twee kanten van de medaille. Van de medaille, ja, precies. Het is ook echt zalig om heel heftig te sporten en daarna heel veel te vreten. Ja. Dat is de ideale middag. Ja, want ik had op een gegeven moment tijdens dat schema... toen had ik echt die bakjes, weet je, 500 calorieën max. Toen trainde ik echt hard. En toen voelde ik me ook heel vaak... voelde me gewoon best wel moe. Ja. Dat ik gewoon merkte dat mijn lichaam gewoon veel meer nodig eigenlijk had. Ja. En dat helemaal een soort van het afkicken was van... het feit dat ik normaal gewoon at wanneer ik honger had. Ja. En toen dacht ik ook van... ja, ik vind het helemaal geen fijn gevoel om me zo te voelen. Nou, ik had ook op een gegeven moment... deed ik ook zo'n ding dat ik dan bijhield hoeveel calorieën ik at. En nou ja, zeg maar erin versus eruit en met trainen erbij. En toen merkte ik na een paar weken dat mijn libido gewoon helemaal... verdwenen was bijna. En toen had ik zoiets van, ja, waar slaat het op? Ja. Moet er gewoon wel blijven neuken. Zeg maar. Precies, als dat niet meer kan. Ja, en dan verbrand je ook calorieën mee. Ja, precies. Ja. Dus het is altijd wel, dat is wel een beetje een ding. En voor die Men's Health Cover heb ik toen ook zo'n heel veel proteïne dieet gedaan. Met echt biefstuk ochtends en zo. En dat trok ook echt heel slecht. Ja? Ja, dus in die afgeperkte periode... kon ik dat wel handelen. Hoe lang was die periode? Dat is 8 weken volgens mij. Het heeft ook wel goed gewerkt, maar dat was wel echt omdat ik wist van oké, ik ben nu dit aan het doen. Ja. En dat ga ik ook, zou ik ook nooit nog een keer doen. Nee. Dat ging me gewoon, gaat gewoon te veel ten koste van. Ja, vind ik ook. Een normaal leven. Ja. Ja, dat weegt gewoon niet meer op dan. Nee. Hey, even een ander zijweggetje, Faber. Ja. Je hebt toch zelf ook een podcast? 2 zelfs. Ja, vertel daar nog even over. Ik heb een podcast samen met Youssef. Ja. New Emotions. Daarin hebben wij... Het idee was eigenlijk altijd om gewoon zo breed mogelijk gasten uit te nodigen. Van Herman Koch tot Ronnie Flex bijvoorbeeld. Ja. En het gewoon te hebben over wat ze doen in een dag. En hoe ze komen tot... wat ze doen. Ja. Dat is superleuk. Die maken we voor de VPRO. Dat is volgens mij al 5 jaar. Ja. Iets langer. Al 5 jaar? Ja. Ja? Ja. Oh, wauw. En ik heb ook nog een eigen podcast, Vader, met een 3 in plaats van een E. Ja. En dan spreek ik iedere keer een bekende vader over het ouderschap. Ja. En wat is je meest opgevallen na al die gesprekken met die verschillende vaders over het vaderschap? Kijk je er anders naar inmiddels? Nee, alles. Het is sowieso hyperpersoonlijk. Ja. Maar wat me het meest opvalt aan dit eerste seizoen had ik de gasten geselecteerd op dit zijn mensen die ik ken waarvan ik denk dat ik er een goed gesprek mee kan voeren. Ja. En toen realiseerde ik me, want het niet iedereen lukte en er kwamen ook nog een paar mensen bij die de redactie dan had gesuggereerd. Die ik bijvoorbeeld minder goed kende of met wiens werk ik niet per se bekend was. En ik realiseerde me dat het maakt niet uit wie het is. Als je een gesprek voert met iemand over zijn kinderen, dan is het altijd een super oprecht en eerlijk gesprek. Ja, daar heb je wel gelijk in, denk ik. Niemand kan liegen over zijn relatie met zijn kinderen of hoe hij zich voelt met zijn kinderen. Ja, nee, dat klopt wel, ja. Ja, dus je kinderen... Ja, kinderen die maken je oprecht. Ja, het is gewoon... In ieder geval wel als je het over hun hebt. Zeker, ja. Zeker. En je kan het ook altijd wel daarover hebben. Dat is ook wel fijn. Het is ook nooit zo dat het gesprek dan zo stilvalt en dat je even niet meer weet waar je het over moet hebben. Want er is altijd wel een haakje met... Of er zijn zoveel... Ja, het is gewoon een heel dankbaar onderwerp om te bespreken ook. Ja, plus dat op het moment dat Jij wilt natuurlijk sowieso heel vaak over je kinderen praten. Kan je me voorstellen als je ouder bent. Nou en het is gewoon je hele leven. Dus, daarom heb je het de hele tijd over. Ja. En dan zoek je dus ook andere mensen met wie je dat kan delen. Je zoekt het op. Maar als je dan ook nog in een podcast specifiek gevraagd wordt naar je kind, dan is dat heerlijk. Want dan kan je even alles wat je voelt, kan je dat droppen. Alles eruit gooien. Ik dacht dat Coco daar ook onderdeel van was. In het laatste seizoen heb ik ook een paar afleveringen met z'n tweeën opgenomen. Ja. Dat was ook superleuk. Wat zijn jullie qua opvoeding? Liggen jullie op dezelfde lijn of zijn jullie in contrast? Nou, zij is veel strenger dan ik. Ja? Tenminste, zij kan veel beter op een natuurlijke manier streng zijn. Ik moet dat echt natuurlijk aanzetten of het is er ineens en dan is het veel te veel. Ja. Dan heb je die bloempot door de woonkamer gegooid. Ja, precies. Dan hoor je, zeg maar, je stem op een bepaalde manier dat je denkt van, ben ik nou, waarom, wat voor doel dient dit? Ja, echt. En dan zijn die kinderen alleen maar geschrokken en dan heeft het helemaal geen waarde meer op voedtechnisch niveau. Dus zij is daar heel goed in. Maar het is ook een beetje, over het algemeen liggen we wel op één lijn. Maar het is ook, hoe ga je ermee om als er iets is? En hoe moet je die dingen... wat valt er nou aan te doen? Daar zit het er meer in, denk ik. Maar daar kom je wel altijd makkelijk uit met z'n tweeën. Ja, zeker. En als er echt iets is, dan bespreken we dat ook gewoon. En meestal is het ook niet eens van hoe gaan we dat aanpakken. Maar dan is het meer van, ik word zo moe van dit. Wat moeten we nou aan doen? En dan zegt zij, ik weet het ook niet. Maar dan weet je in ieder geval dat je dat allebei voelt. Ja, en anders heb je altijd nog wel een podcast die je eruit kan helpen. Ja, precies. Zo grappig, als ik dan denk aan mijn eigen ouders. Je had altijd, mijn vader die werkte en het werkte veel. En mijn moeder had dan wel eens nachtdienst. Het was in ieder geval lang verhaal kort. Het was vrij uniek als mijn vader een keer de avond had. En ons alleen had, zeg maar, mijn broer en ik. Maar dan weet je gewoon, als je vader, dan mocht altijd alles. Ja. Weet je wel, dan mocht je langer opblijven en dan... Dan mocht je van die zak chips misschien wel 2 bakjes in plaats van 1. Weet je wel. Dat is geinig toch hoe je dat in je hoofd altijd al soort van daar wel een verschil was. Maar terwijl, dus mijn vader was eigenlijk veel makkelijker in heel veel dingen. Maar als mijn vader boos werd, dan schoot ik echt naar mijn kamer. Terwijl, dat had ik bij mijn moeder weer totaal niet. Zeg maar, dat ik daar dan bang voor was. Ja. Terwijl mijn moeder was weer in heel veel andere dingetjes streng. Ja, maar dat strenger. Ja, precies. Maar dan is dat ding gewoon korter of zo, toch? Ook de lijn van communicatie. Ja. Dus dan ga je ook minder snel te ver, denk ik. Ik ben benieuwd hoe dat zich in de toekomst allemaal gaat wijzen. Hey, Faber, we zitten op een uur. Mag ik je vriendelijk bedanken voor je komst? Dat ik hier mocht zijn, over mezelf mocht praten. Ja, heel graag gedaan. En gaan we nog een keer terug. Ik vind die truien trouwens vet. Dan moet je ook even hier nog even kort wat over zeggen. Want je hebt een eigen kledinglijn. Dat klopt, Comfy Season. Slaafvrij en vrij duurzaam geproduceerd en verkrijgbaar via fabj.com. Ja, dat zijn gewoon eigenlijk vooral jogging outfits, toch? Ja, zeker. Ja, ik vind het heel belangrijk dat mensen zich comfortabel kunnen voelen in hun eigen kleding. Vandaar ook de naam Comfy Season. Mooi. En ik zeg altijd, neem een maatje groter voor extra comfort. Lekker, man. Ja, die baggy hoodies. Het is helemaal van deze tijd en het is allemaal... Ik zit hier, hè. Kijk, jullie zien het niet, je zit op schermtje, maar het is topkwaliteit. Dat zie je. Dat ruik je en dat ervaar je. Je ervaart het. Hey, lieve mensen, bedankt voor het kijken, luisteren. Nou ja, het hele riedeltje ken je wel. Like je, reageertje en een abonneertje. Productie weer tevreden. En de groeten. Nogmaals bedankt, Faber. Tot ziens. Ciao. Zeer professioneel van je. Ja, toch?